De typenaam Rapid gebruikte Skoda al in de jaren 30 en 40 en de voorganger van de huidige Scala ging ook als Rapid door het leven. Maar dan vergeten we de Rapid uit de jaren 80, de coupé-versie van de 130-serie. Het ontwerp van die Rapid doet op zijn beurt weer sterk denken aan de 110 R-coupé uit de jaren 70. Het recept van Skoda's uit die tijd was motor achterin, aandrijving op de achterwielen, wat doorgaans een erg interessant weggedrag opleverde. Vandaag op de brug in Klokje Rond de Rapid 130 van Martin Budding, een Skoda-man in hart en nieren. Tegenwoordig is Skoda eigenlijk wel een heel populair merk. Je ziet ze heel veel rijden, al die nieuwe modellen, met name dan de SUV's. Maar ja, in de jaren 60, 70 en 80 was het natuurlijk gewoon een beetje een exotisch merk. Martin, waar komt jouw liefde vandaan voor Skoda? Ja, dat is eigenlijk van vader op zoon geërfd. Mijn vader heeft altijd in de jaren auto's met de motor achterin gehad, zoals een Simca 1000 en een ZUTT. Diverse Volkswagen busjes. Halverwege de jaren 80 kreeg mijn vader weer verlangen naar een auto met de motor achterin. Ja. Porsche was een beetje onbetaalbaar. Ja. Dus stonden we opeens bij een Skoda dealer binnen. Ja. En wat ik daar zag, dat vond ik toch wel heel apart. Ja. Een auto met de motor achterin. Ja. Nou, dat was iets bijzonders. Ja, maar goed, bij het grote publiek heeft het natuurlijk iets, ja, een beetje een inferieure bijsmaak, hè? Oostblokauto, net als Lada en Sastava. Dat waren allemaal goedkope auto's en dat kocht je als je geen geld had. En de indruk bestond ook dat het gewoon troep was eigenlijk. Ja, dat was, dat was inderdaad de maar indruk. Maar jij weet wel beter. Ik weet wel beter. Ja. Het is wel een auto met verouderde techniek, dus het had wel zijn aandacht nodig. Ja. En wat je in de jaren 80 zag, in 1986 is de APK ingevoerd. En werden toen best veel van die Skodekjes verkocht nieuw. Ja. En die mensen deden het onderhoud niet. Ja, om de 10.000 kilometer moet je bijvoorbeeld de kleppen stellen. Ja. Als dat niet gebeurt, ja, dan heb je verbrande klep. Ja. En dan wordt het al gauw gezien als nou wat een slechte techniek. Ja, precies. Ja. Maar als het zo onderhoud krijgt, dan daar gaat het lang mee. Ja. Zolang dat ik er nu nog plezier van heb. Hey, maar ja, deze coupé, Rapid, dat is wel een hele bijzondere auto. Hoe ben je hier aangekomen? Deze heb ik 2 jaar geleden via een collega uit de Skoda Club bemachtigd. Ja. En voor mijzelf is dit de 6e Rapid coupé. Oké. Okay. En eigenlijk naast al mijn dagelijkse auto's altijd wel zo'n coupeetje als liefhebberij erbij gehad. Ja, want ik zag jullie nog foto's zien. Je hebt ook nog een voorgaand model van deze thuis staan. Hè? Dat is de 110 R coupé uit 1978. Ja. En dat is eigenlijk nog een unieke model. Ja, ja. Ja, deze is al heel uniek, want die kom je al nooit meer tegen. Nee. Nee. En wat maakt dan deze zo bijzonder ten opzichte van de sedan? Is het technisch nog anders? Ja, de sedan zit er inderdaad wat simpeler in elkaar. Dus ik bedoel, een iets eenvoudiger dashboard, andere stoelen, andere bekledingstof, geen afwerkrandjes op de deuren, bij wijze van spreken. Ja. Dit was echt het topmodel van de oude reeks. Ja, ja. En dus het dashboard is anders, sportstoelen zitten erin, want ja, het is een sportcoupé. Ja. Maar ook nieuw is hij toen niet veel verkocht, omdat het voor de Skoda was hij toen de tijd duur. Ja. En minder praktisch vanwege de coupé. Ja, geen deuren. Nee. Geen deuren achterin. Dus nieuw was hij al een beetje zeldzaam in Nederland. En ja, nu 30 jaar later zijn er een stuk of 10 nog van in Nederland. Ja. Ja. Martin, je hebt die auto dus 2 jaar. Je zegt je hebt hem in deze staat zo gekocht of moest je hem restaureren? Wat heb je er zelf aan gedaan in de afgelopen jaren? Ik heb hem wel zo gekocht in die zin dat hij al opnieuw gespoten was. De vorige eigenaar hebben de voorschermen en de achterschermen aangepakt. En dus vooral het uiterlijke gedeelte gedaan. Ja.
En ik ben de afgelopen periode voornamelijk onderhouds bezig geweest. Ja. Ja, de remmerij is voor een groot deel al aangepakt. Schijven afgedraaid, nieuwe remblokjes, remslangetjes. Ja. Her en der wat rubbertjes. En je hebt de wielophanging ook een beetje aangepast, begrijp ik? Ja, standaard staan die Skoda's vrij hoog op de poten. Ja. Dat was destijds voor de slechte Tsjechische wegen. Ja. En ze stonden ook nog een beetje achterover, omdat ze gemaakt waren op wat gewicht voorin. Ja. Ja, ja, vanwege de kofferbak voor. Ja. Ik heb hem 4 centimeter rondom verlaagd, wat de wegligging een stuk te goede komt. Ja. En feitelijk ziet hij er nog niet verlaagd uit, nee. Maar hij staat nu wel netjes... Het staat hem goed. Het zo. Staat hem nu gewoon zo heel goed. Nou, mooi. Nou, we gaan zo met Dennis onder de auto doorlopen. Ja, ben benieuwd. En kijken wat we allemaal tegenkomen. Ja, heel spannend. Ja. Ja, we moeten aan de andere kant zijn voor de motor, Dennis. Ja, klopt. Wat kun je nog wat bijzonders over vertellen over deze techniek? Dat hij aan de achterkant zit, vooral. Ja. Het is heel bijzonder. Je ziet het niet zo gek veel. 911 die gebruiken het nog steeds. Maar vaak zie je het niet. Ja, de nieuwste Renault Twingo die heeft de motor ook achterin en Smart. Maar... Niet helemaal mijn ding. Dus nee, daar was ik nog niet van op de hoogte. Die stond niet op de radar. Daar heb ik weer wat geleerd. Die is nog te nieuw, hè? Ja. En je hebt er net mee gereden, we vielen bepaalde dingen op tijdens het rijden. Merk je dat echt, dat die motor achterin zit? Ja, het rijdt wel anders. Je moet er wel, als je daar een beetje wild mee gaat doen, moet je er wel aan wennen. Ja. Dan zou die nog wel kunnen verrassen. Het is wel het latere model die al een betere wielenbank heeft als de voorgangers. Dus wat minder, wat beter voorspelbaar, zeg maar. Verder qua rijden, een beetje speling op schakelmechanismen. Dus je hebt al lange halen en door de speling worden ze nog langer. Ja. Op de versnellingspook zit nog een speling, dus een plastic busje kapot. Dus dat is iets wat ook nog enige aandacht behoeft. En eigenlijk alle andere aandachtspuntjes die eraan zijn, zijn eigenlijk al aangepakt. En de remtrommels achter, als je wat steviger remt, dan trilt het een beetje. Dat zijn eigenlijk de enige dingen die me opvielen. Voor de rest rijdt hij gewoon lekker. Ja. Nou, de achterremmen die trillen nog. Die remtrommels die moeten nog aangepakt worden. Die moeten nog uitgedraaid worden. De voorremmen die zijn inmiddels al de schijven zijn afgedraaid. Dus dat ligt nog als een klusje te wachten. Zeg, ik zie dus dat de koeling, het is een vloeistofgekoelde motor, maar de radiateur zit voorin. Ja, er zit iets van een cv-installatie in die de koelvloeistof van voor naar achter verplaatst. Ja. Of andersom, hoe je het wil zien. Om die motor toch te koelen. Ja. Dat levert een enorme voorraad koelvloeistof op. Ja. Gaat een litertje of 13 in, begreep ik van meneer. Ja. Ter vergelijking, het eerste model X5 met de V8, waarvan wij vinden dat er veel koelvloeistof in gaat, die lust 12 liter. 12, dus hier gaat wel iets 13. Meer in. Ja, dat gaat natuurlijk eerst een paar meter naar voren en dan een paar meter weer terug. Ja, het schijnt ook een enorme uitdaging te zijn om het systeem te ontluchten. Daar hebben we ook een apart kraantje nog voor, wat we zo meteen wel zullen zien. Maar het is wel een heel traject. Ja. En heb je daar dan nog een extra zware waterpomp voor nodig om het over zulke afstanden? Of zeg je wel, als het helemaal stroomt, dan stroomt het wel? Ja, als het helemaal stroomt, dan stroomt het wel. Ja. Ik zie de waterpomp wel zitten en ziet er niet echt overdreven solide uit. Nee. Dus dat zal wel goed gaan. Ook hierin moesten ze weer dwars liggen, zeg maar. Ja, hij gaat nog ietsje verder. Dan valt hij hierin en dan staat hij open. Dus, nou. Ja, mooi hè? Ja. Ja. Ja, voor de rest, je ziet de kofferruimte, zit niet zo heel veel in. Overremcilinder, koppelingscilinder zitten daar achter, een kapje. De radiateur, die verwachtte ik hier, maar die zien we niet. Die zal er van onderin gestoken zijn. Ja. Hier hebben we dat bewuste kraantje, wat nog nodig is om het systeem goed te ontluchten. Ja. Dat is ook echt mooi en degelijk ouderwets kraantje, ik hou ervan. Ja. En verder is het gewoon bagageruimte. En daar kan best een hoop in. Daar kan nog aardig wat in, inderdaad. Hij zal misschien net nog weer iets beter rijden als er wat meer gewicht op de neus ligt. Dan is de verdeling wat beter. Zou misschien wel helpen, maar op zich rijdt hij al best. Deze is verlaagd, dus dat maakt hem ook wel een beetje strakker qua wegligging. Maakt hem een beetje stugger. Dat merk je ook goed op drempels, maar voor het rijgedrag is dat wel, is wel een verbetering. Ja. Ja, de wegen in het Oostblok zijn natuurlijk niet zo heel best. Niet zo dus goed, daar staan ze wat hoger op hun poot. Toen helemaal zullen niet. Er zullen wel wat meer zwerfkeien en zo op de weg liggen die we hier niet hebben. Ja. Ja.
Nou, het zit allemaal stevig in de tactiel, maar Dennis, wat mij opvalt is dat ik per remklauw eigenlijk twee slangen zie. Ja, ja, het is gewoon een gescheiden remsysteem, zeg maar. En dan zal waarschijnlijk links en rechts zal de klauw onderling ook nog gescheiden zijn. Want je hebt twee remslangen en je hebt ook twee ontluchtingsnippels per klauw. Ja. Dus in de klauw is het systeem ook nog gescheiden van elkaar, dus links en rechts. Ja. Dus een stukje extra veiligheid. Ja. Ja. En hier lopen dan, hier beginnen die koelslang en aanvoer en retour. Ja, dit zijn koelslangen. De radiateur zit hier met de elektrische koelven. Er zit ook een stukje extra bedrading in van de schakelaar die meneer zelf heeft gemaakt. Als die lang stilstaat, kan hij de ventilator al aanzetten. Omdat hij het idee heeft dat de fan wat laat inslaat, van zichzelf al. Dus dan kan hij hem in warme situaties even eerder aanzetten. Okay. Dat werkt goed. Ja. De reservewiel zit voorin. Ja. Toch nog een beetje voor de gewichtsverdeling, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, hij is wel heel licht. Ja. 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 Ja, verder vrij simpele asconstructie, dubbele dwarsgeplaatste draagarmen, die zien we vaak. De schokbreek zit in de veer, lekker compact. Ja. Mooie rode veren ook, ja. Verlagingsveren, die waren nog te kopen. Zij had wel zijde een beetje verlaagd aan de voorkant, voor een nog wat betere wegligging. Ziet er allemaal goed uit. Ja. Hij heeft hier een direct stuurhuis. Dus dat is ook voor het stuurgedrag wel lekker. Ja, die stuurt eigenlijk best goed, hè? Want, deze stuurt prima. Ja. Lekker direct. Ja. De oudere modellen hadden een ander type stuurhuis wat nog wel wat speling had. En dan was het meer een beetje een Hollywood besturing, zeg maar. Heen en weer met het stuur. Maar daar heeft deze geen last van. Ja. Oké, nou dan gaan we bij de motor kijken. Die zit aan de andere kant. Ja, loopt de andere kant op. Ja, hier zien we een beetje hetzelfde. Die versnellingsbak ligt dus daar aan die kant. De motor helemaal achterin, achter de achteras. Ja, op zich, motor en bak, die setup die kennen we. Maar meestal is die dan omgedraaid en zit die aan de voorkant. Ja. Maar hier ligt die echt veel verder naar de achterkant. Die blijft nog een centimeter of 10, maar dat is het wel. Ja, gewoon onafhankelijke wielophanging. Lekker eenvoudig. Ja. En, het werkt goed, het werkt beter als de voorgangers. Die hadden pendellassen, wat de Kever ook heeft bijvoorbeeld. Ja. En dat, dan varieert de wielvlucht ook met het in- en uitveren van de auto. En dat, dat kan in snel genomen bocht voor vervelende situaties zorgen. Nee. Maar daar is bij deze geen sprake van. Die hele oude Skoda's hadden echt een slechte naam wat dat betreft. Ja, wat wegligging, tenminste in grenssituaties. En heb je en die motor achterin en natuurlijk die pendelassen. Dan sta je zo achterstevoren. Ja, precies. Ja, dat, En achterstevoren kan in het autoblok ook nog betekenen dat je van de berg af rolt. Kan zomaar zo zijn. Ja. Nee, dan is dit wel wat beter. Je ziet weer wat kleine lekkages. Dat is eigenlijk normaal bij oudere auto's. Ik heb nog geen droger gezien in dit item. Zit hier bovenin. Er zit een mooi luikje in de bodem. Ja. Dat zit precies boven de koppelingscilinder. Ja. Want je kunt er van onder praktisch niet bij. Dan kun je van binnenuit je koppeling ontluchten. Okay. Daar is dan ook weer over nagedacht. Moet dat vaak dan? Of, Nee, in principe niet. Alleen als je eraan werkt. Of als het als een cilindertje oud wordt, remvloeistof trekt water aan. Ja. Vloeistof moet eigenlijk iedere twee jaar ververst worden. Wordt vaak vergeten, niet gedaan, niet aangedacht. Is te lastig. Ja. Noem de reden maar. En als die dan als zo'n cilindertje stuk gaat, zet je er een nieuwe op, dan moet de lucht eruit. En dan heb je die nippel hard nodig. En dan is het wel fijn als je er een beetje bij kunt. Nou ja, wat dat betreft, je kunt overal makkelijk bij deze auto. Dus ja, als je het vergelijkt met sommige moderne auto's, dan heb je volop ruimte. Inderdaad. Je kunt hier van boven ook nog lekker omheen. Ja. En dit soort dingen maakt het dan net even iets makkelijker. Ja. Leuke constructie. Ja. Ja, Martin, Dennis is even onder je auto doorgegaan. Hij heeft ermee gereden. Ja, heb ik gezien. Hij is geen ernstige dingen tegengekomen. Had ook niet verwacht, want hij ziet eruit om een ringetje te halen. Zo mooi is die. Ja. Wat vond je hiervan, van deze keuring? Ik vond het heel leuk om in deze keuring te komen. Ik vind het ook leuk om aan de mensen elders in het land te laten zien dat zo'n oude Skoda toch wel een apart autootje is. En dat ook het merk Skoda voor de Volkswagen-tijd al een hele leuke historie heeft gehad. Ja, dat is wel mooie techniek in huis en dat vind je deels in deze auto terug. Ja, precies. Ja. En er zijn nog een paar aandachtspuntjes aan de auto. En feitelijk, dat is de hobby, hè? Je bent altijd een beetje aan het sleutelen. Ja, dat hoort bij een oude auto. Dat hoort erbij. Je hebt altijd wel een lijstje met punten die nog gebeuren moeten. Precies. En als je alles hebt gedaan, dan komen er weer nieuwe punten bij. Dan gaat het lijstje van voren van weer beginnen. Maar deze die...
Die blijft wel, hè? Dit wordt een blijvertje. Ja, absoluut. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Leuke auto. Nou, veel plezier ermee. Dankjewel.